De wijziging van de wet bieraccijns 1954 zal voordelen hebben voor werkgelegenheid, belastingen, export en duurzaamheid. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Ashish Kumar Gayadin, haalde aan dat met deze wijziging de mogelijkheid er ook bestaat om Heineken te produceren in Suriname. Hierdoor kan de import worden teruggebracht. Gayadin wees erop dat Heineken NV bereid is 10 miljoen euro te investeren voor de productie van Heineken in Suriname. En natuurlijk potentie om te kunnen exporteren naar andere landen, waardoor meer valuta instroom er zou zijn. En als wij hier in staat zijn zelf een Heineken te produceren, dat wil zeggen dat de bottles, de flessen, teruggenomen zouden kunnen worden uit het milieu, dat ook bijdraagt. Zo, dat zijn tal van voordelen die opgegeven worden, waar wij natuurlijk achter staan. Bijvoorbeeld lokale productie ten opzichte van import. En deze zaken zijn geen zaken waar wij niet achter kunnen staan. NDP-parlementariër Ebu Jones is van mening dat de Surinaamse overheid niet moet varen op kompas van een multinational. Deze jarenlange ontwikkeling moet volgens hem doorbroken worden. De informatie over de voordelen voor Suriname, gedeeld door Gayadin, zijn volgens Jones allemaal afhankelijk van informatie verkregen van de multinational. En op basis daarvan kwam die overheid met een wetsvoorstel, een wetswijziging. Op basis waarvan? Dus die vraag is, moeten wij als staat afhankelijk zijn van informatie die we krijgen? We kennen de informatie met betrekking tot de goudsector, we krijgen allerlei informatie. En achteraf zien we dat die informatie niet klopt, omdat wij zelf als staat onze due diligence niet doen. En als het betekent dat we belastingen en de overheid moeten versterken, om juist aan die informatie te komen. Laten we dat doen, maar laten we niet meer varen op kompas van wat een bedrijf, een multinational, ons zegt. Dat is niet correct en ik zou dat aanraden. Ten tweede, voorzitter. Wanneer lid Vreedzaam hier aangeeft dat de milieu-impact van het brouwen van bier, en er simpelweg wordt gezegd, kijk wat er in Europa gebeurt, overal bier en bierbrouwerij en dergelijke, dat is niet ons probleem. We weten de uitdagingen, juist op basis van die milieu-onvriendelijke zaken die daar gebeuren, wat er allemaal in Europa gebeurt met betrekking tot milieu. Hier hebben we een bepaald milieu en hier willen we een bepaald milieubeleid voeren. Dus laten we niet blauw-blauw zeggen, het gebeurt daar dus. Laten we het serieus in acht nemen en het ook meenemen in onze besluitvorming. Gayadin stelt dat wanneer er een wetsvoorstel wordt ingediend in DNA, het er niet om een één vraag van een multinational gaat. Het gaat volgens hem erom dat het parlement moet kiezen of zij productie wil in Suriname of niet. De parlementariër benadrukt dat de wijziging niet gezien moet worden als een wet voor één bedrijf, maar alle andere bedrijven die in de toekomst bijvoorbeeld bier willen produceren in ons land. Volgens Gayadin worden er spookbeelden gecreëerd waardoor we in dit land niet groot kunnen denken als het op productie aankomt. De Franse taal zal weer in het Surinaams onderwijs worden geïntroduceerd. Hierover heeft onderwijsminister Marie Levens een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de Franse ambassade, Jean-Pierre Avanier. In de samenwerking zouden Surinaamse leerkrachten, de leerkrachten in Frans-Guyana, het Nederlands kunnen aanleren. En andersom, dat Surinaamse leerkrachten het Frans wordt aangeleerd. Dit is volgens de Franse ambassade nodig om de taalbarrière te verkleinen, gezien veel leerlingen van Albina Franse scholen in Saint-Laurent bezoeken. Minister Levens zegt dat er hiernaast ook een studierichting komt voor talen, waardoor studenten meer keuzes hebben in het kiezen van een taal. De herintroductie van Frans in het Surinaams onderwijs zal nauw bekeken worden door een werkgroep
vanuit het ministerie onder leiding van de directeur van beroepsonderwijs Gracia Fallis Ormskerk.